Ja, je raadt het misschien al wel. In deze video gaan we het veel hebben over het nieuwe seizoen. Yes, leuk dat jullie kijken naar de eerste update video van Season 8 Chapter 2. Eindelijk is het zover. En Dan, wat is er veel gebeurd? Jullie zien natuurlijk ook direct de item shop in beeld staan. Als jullie misschien nog eventjes op het duimpje mogen willen rammen, dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En de item shop van vandaag is redelijk klein eigenlijk. Dus niet zoveel Marvel skins meer. Dus dat is een positief dingetje, want die hebben we wel genoeg gehad, dacht ik zo. Rechts onderin kun je natuurlijk overwegen om de code te veel gevraagd in te vullen. Kun je ook bijvoorbeeld doen als je de Battle Pass haalt. En wie dat ook heeft gedaan, is Azalea. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik heb de Battle Pass gekocht met de beste zak die er bestaat. Doe zo verder, want ik ben een grote fan van jullie. Hey Azalea, heel erg bedankt voor het gebruik van onze code. Bij het halen van de Battle Pass, dat wordt heel erg gewaardeerd. Een dikke SO naar jou. We gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag niet veel nieuws, maar ik heb wel leuke nieuwtjes over natuurlijk Season 8. En ja, we kunnen vandaag natuurlijk weer eventjes beginnen met hoe ver we zijn in dit seizoen. En op dit moment heb ik nog geen percentage, maar het is vast een zeker 1%. We moeten nog 83 dagen ongeveer volhouden in dit seizoen. En dan zijn we er, namelijk in season 9. Oké, ja, we moeten weer helemaal vanaf het begin beginnen, logisch, maar... Ja, ik weet niet of ik het elke dag wil laten zien. Maar dat gaan we binnenkort wel bekijken. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, natuurlijk. Gisteren is er wel een update video online gekomen. Namelijk, die heeft Dion online gezet. Maar er zijn altijd zoveel nieuwtjes die vaak in de avond nog komen. Dus ik heb een aantal toffe nieuwtjes over dit seizoen die ik aan jullie ga laten zien. Namelijk als eerst nieuwe NPC's die eraan gaan komen. Namelijk onder andere Shadow Ops, de Wrath, de Nightshare, de Ember, de Big Mouth. Oftewel, veel NPC's die er nog aan moeten komen. Dan gaan we gelijk door, denk ik, naar het volgende dingetje. En dit heeft ook te maken met Season 8. En ja, het heeft natuurlijk te maken met Kevin de Cube. Of ja, cubes. Want er zijn natuurlijk meerdere cubes in verschillende kleuren ook. Maar in ieder geval, er is nu een cube die zich heeft bewogen. Ja, zoals we eigenlijk ook zagen in chapter 1. Ook deze cube heeft zich dus bewogen richting, volgens mij, Believer Beach. Daar in de buurt in ieder geval. Dus ja, dat is wel echt heel erg tof. We gaan dus waarschijnlijk weer een soort van... Ja, een soort van event zien met de cubes. Dus dat ze bewegen. Wellicht dat de gouden variant ook gaat bewegen. Of de blauwe variant. Welke varianten zijn er nog meer? Nou, in ieder geval, de paarse variant die heeft zich bewogen. Dus dat is interessant om in de gaten te houden. We gaan gelijk door. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuw item wat eraan gaat komen. Namelijk de Spicy Splashes. Namelijk, ik heb wat meer info voor jullie hierover. Namelijk, deze splashes geven in plaats van shield, geven ze HP. Ja, dus dat is een klein nadeel. Want ja, het liefst heb je natuurlijk ook gewoon shield erbij, maar blijkbaar doen deze dat niet. Ik weet niet wat ze nog meer doen, maar dat is in principe het enige nieuwtje wat ik heb over dit item. Ik heb nog wel wat extra info over dit item, namelijk de Armored Wall Trap. Namelijk, we hebben een tweetje gekregen van Hypex. Hij zegt hier dat deze trap, de Wall Trap, 2500 HP gaat krijgen. Je kunt er maximaal 20 bij je hebben en de equip time is 1,5 seconden. En je kunt trouwens hem ook plaatsen mijn keel, bij enemy build. Dus dat is ook handig om te weten. Dus dat is zeker weer te nice. En deze komt er waarschijnlijk binnenkort in. Ik verwacht eerlijk gezegd volgende week bij de eerste content update op een dinsdag. Gok ik zo. We gaan nu door naar het volgende dingetje. En ja, dit gaat eventjes over een toffe map met alle locaties voor de tuna fish bottles. Ja, dus dit is handig om te weten. Namelijk als je die tuna fish moet ik zeggen. Als je die helemaal wil customizen in verschillende kleuren, moet jij van die kleurtjes vinden in de map. En het is best wel makkelijk om dat te vinden, maar deze map die helpt er gewoon eventjes extra bij. Dus ik dacht, waarom niet? Ik laat hem eventjes aan jullie zien. We gaan nu door naar het volgende. Ja, nu dacht je misschien van oké, we hebben nu season 7 achter de rug. We zijn nu eindelijk in season 8. Behalve iOS-spelers. Namelijk iOS-spelers die zitten nog steeds in season 3. Ja, al meer dan een jaar lang. Dus dat is heel erg zuur. Maar het wordt nog zuurder. Namelijk de Battle Pass en statistieken zijn gedisabled op Fortnite iOS. Ja, dat is echt heel erg lullig. Ik weet überhaupt niet of het werkte. Maar het is gewoon naaiend. Ik bedoel, iOS, ja, er wordt niks meer geüpdate. Omdat Epic Games natuurlijk geen developer account heeft. Wat betekent dat ze geen updates kunnen pushen. De game kan wel live blijven staan. Maar ze kunnen hem dus niet updaten. Wat heel erg zuur is, want Fortnite update bijna elke week. Dus ja, Fortnite iOS loopt nog een klein beetje achter. En nu dus nog meer. En we gaan gelijk door. Yes, en dit gaat eventjes over een kleine bug. Waar Fortnite nu wel achter is gekomen.
komen. Namelijk, er is blijkbaar een soort van crowdfunding voor een mounted turret construction. En die staat vast op 0,01%, die crowdfunding. Je moet namelijk volgens mij goud inleveren en dan help je hier aan mee. Ik weet niet of het per match is of dat het ooit een keertje gewoon in de map gaat komen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in ieder geval, dat die vast staat op 0,01% klopt niet. Het is uiteindelijk nu meer, maar ze gaan dat dus fixen. Maar ja, de countdown staat nu gewoon vast. Dus het is wel zo dat als je geld inlevert dat het helpt, maar hij displayt niet goed. En we gaan gelijk door naar het volgende. Ja, en we zijn aangekomen bij het allerlaatste topic alweer. En dit gaat eventjes over een locatie waar je heel erg moet opletten. Namelijk deze locatie, die zorgt ervoor dat je doodgaat. Dus let goed op deze plek. Ja, jullie zagen het. Hier moet je dus niet wezen bij Misty Meadows of zo. Of hoe noem je de plek? Nou, in ieder geval, jullie zagen de plek. Het was wel duidelijk. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Straks de vulgvraag kun je gebruiken bij bijvoorbeeld het halen van de Battle Pass van Season 8. En ik zie jullie allemaal weer morgen bij een nieuwe update video. Peace out.